Vandaag aandacht voor de nieuwe slider Textuur in Lightroom. En deze versie die zit ingebouwd vanaf Lightroom versie 8.3. En wil je nou weten welke versie jij hebt, je kunt hierboven bij Help klikken. En dan heb je daar over Lightroom Classic. En dan staat daar het versienummer. En dan zie je dat dit in dit geval versie 8.3 is en Camera Raw 11.3. En dat zijn ook wel de minimumwaarden. Je vindt de nieuwe slider Textuur in de ontwikkelmodule en dan zit hij hieronder bij Presentie. Je bent misschien al een klein beetje bekend met de helderheidsslider, maar textuur gaat ietsjes anders te werk. Het zijn in beide gevallen een soort van contrastsliders, waar helderheid eigenlijk heel rigoureus te werk gaat. Als je die bijvoorbeeld openzet, dan zie je dat het contrast toeneemt, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de donkere plekken op de huid niet echt fraai worden. Als ik het weer uitzet, dan zie je wat ik bedoel. Aan of helemaal uit. En ook in de verzachting heeft het eigenlijk gewoon overal effect. En dat is in de textuursluider wat minder. Als je die helemaal schuift dan zie je wel dat er een bepaalde vorm van verscherping plaatsvindt. Maar het is in ieder geval een heel stuk minder rigoureus dan bij helderheid. Maar het echte verschil, dat zit er eigenlijk pas in als je inzoomt. Dus laat ik dat eens doen: een stukje inzoomen op het gezicht. En ik klap dit even weg, zodat we wat beter kunnen kijken. Het textuurfilter werkt op een andere manier. Waar de helderheid kijkt naar de hele foto, gaat textuur toch echt aan de slag met uh, hoe gedetailleerd jouw omgeving is. Je hebt in deze foto bijvoorbeeld egale vlakken op de wangen, het voorhoofd, de neus, maar ook wat drukkere vlakken, zoals bijvoorbeeld de ogen. En textuur gaat daar niet echt in aan de slag. Nogmaals, als ik op detailniveau helderheid open, dan wordt het overal toegepast. Maar als je textuur opent, dan zie je bijvoorbeeld dat er weinig gebeurt in de ogen, maar bijvoorbeeld wel veel in de huid. En dat is erg prettig. Als ik het bijvoorbeeld helemaal naar min 100 haal, dan zie je dat de ogen eigenlijk gewoon weinig zachter mee worden, maar de huid wel. En dat is bij helderheid wel anders. Het oogwit, dat verdwijnt eigenlijk gewoon helemaal. En dat blijft bij textuur een stuk beter behouden. Waar kun je dit dan voor gebruiken? Je kunt textuur gebruiken als je bijvoorbeeld een huid wil verzachten. Je kunt dan de slider een klein beetje terugtrekken. Ik zou dat niet helemaal tot min 100 doen, dat wordt ook niet fraai. Maar op zich, dit gaat prima. Zo op een overzicht valt het niet op. Dit is bijvoorbeeld vooraf en dit is na de hand. Maar op detailniveau wordt dat toch weer anders. Dit is before en dit is after. Het maakt wel degelijk een verschil. En dat was iets dat je met de helderheidsslider nooit kon doen. Om te laten zien dat helderheid voor bepaalde details beter is, heb ik ook nog deze foto. En daar wil ik onderin bijvoorbeeld hier bij de stof het een en het ander laten zien. Want als je de textuur omhoog zet, dan zie je dat de stof gewoon veel mooier uitkomt, maar de hele structuur van de stof die blijft nog gewoon behouden. Doe je dat bijvoorbeeld met helderheid, dan zie je eigenlijk gewoon dat hier in uh, ja, de goudkleurige dingen het eigenlijk allemaal wel verdwijnt. En dat heeft textuur een heel stuk minder. En natuurlijk kun je het ook lokaal toepassen. Als ik bijvoorbeeld even terug ga naar deze foto. Stel dat ik hierin alleen de huid wil verzachten. Ik zet mijn textuur over de hele foto even uit. Ik kan met het aanpassingspenseel. Gewoon als ik van alles even reset. Bijvoorbeeld een hele zachte textuur kies. En als ik nu met mijn aanpassingspenseel ga schilderen. Dan zie je eigenlijk een klein beetje wat er gebeurt. Ik kan op die manier gewoon netjes de huid aanpakken. Wil je nou zien waar je geschilderd hebt, druk even op de O. Dan krijg je een dekkingsmodus eroverheen. En ben je nou toevallig in een rode foto aan het selecteren en is rood als selectiekleur helemaal niet geschikt? Druk dan op Shift O. Je krijgt dan andere kleuren. Zo is er ook groen, er is zwart en er is wit. Zo, en op deze manier is dus wel de hele huid geselecteerd. Zoals je het ziet, hierboven zou het nog wat gedetailleerder kunnen. Ik druk op de O om mijn masker op te heffen. En ik kijk verder in de modus met vullen. En je ziet wat de textuur dan doet. Het werkt echt alleen maar op de huid. Als ik het bijvoorbeeld zacht maak, dit is eigenlijk gewoon te zacht. Of ik maak het veel te hard, dan zie je dat het effect heeft. Maar ik kan het dus ook gewoon. Een beetje behouden doen. En nou weet ik dus gewoon, dankzij mijn masker, dat het zeker geen effect heeft op bijvoorbeeld de ogen of het haar. En je zou er nog eentje kunnen maken, waarin je bijvoorbeeld het haar eh, behandelt. Laat ik daar eens iets meer textuur in zetten. En eventueel kun je het haar natuurlijk ook gewoon minder aandacht geven door daar ook de textuur naar beneden te halen. En op deze manier kun je dus gewoon vrij makkelijk dingen aanpassen in je foto met de nieuwe textuurslider. Dit is before. En dit is zoals ik het naderhand de hand heb gemaakt. Het verschil is maar heel klein, maar het gaat echt gewoon om de kleine dingetjes. Je zou het niet helemaal door moeten draven sterker nog, ik vind eigenlijk de verzachting van de huid, die vond ik al vrij goed, dus die zet ik nog een klein beetje terug. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.